Dat zou toch awesome zijn als we gewoon een advertentie hebben gezet. Zo van: We willen nu 10.000 mensen hebben die zich voor ons laten vallen. En het moet echt zeer doen. Wel, vallen voor Apple. Ja. Welkom, stagiairs van 2018. <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. En welkom bij de Tweakers Podcast. Zoals je hoort, is Wout nog steeds op vakantie. Mijn naam is Jurian Ubachs. En ik zit hier vandaag met Arnoud Wokker. Hoi. Jelle Stuip. Hallo. En Mark van der Kruid. Jo. En uh, jongens, we hebben gisteravond natuurlijk allemaal gekeken. Want laten we met de deur in huis vallen. We zijn iets later online dan normaal. En dat had alles te maken met. De Apple Keynote van gisteravond. Ja, we hadden het vorige week natuurlijk al aangekondigd. Uh, dat we onze release schedule iets wilden aanpassen. Zodat wij gewoon hier lekker konden gaan praten. Uh, wat we eigenlijk normaal gesproken met elkaar ook zouden doen. Maar dan rond één bureau of rond de, de koffietafel. En nu bedachten we, dachten, weet je wat, we gaan gewoon in de studio zitten. We nemen de koffie mee. En uh, we gaan uh, los over Apple. Maar voordat we dat doen, kijken we natuurlijk eventjes naar de highlights uh, van de week. Uh, Mark, laat ik eens met jou beginnen. Nou, ah, dat mag. Um, ja, voor, in mijn geval is het een beetje schaamteloos pluggen van uh, eigen werk. Ik hoop dat de jury het <laughs> uh, daarmee eens is. We kunnen het goed ook, okay. ook omdat het een beetje ons werk ja, ja, is. Nou, ga je nou op Tweakers reclame maken voor Tweakers-content? Ja, wow. ja, dat is gek, hè? Maar het gaat over Techjuwelen. Dat is een nieuwe videoserie waar we zondag mee zijn begonnen. Um, waarin we ja, iconische oude hardware uh, in de spotlight zetten, waarvan wij vinden dat het uh, ja, veel betekend heeft voor de, voor de tech scene, zeg maar. Um, en dat zorgt ervoor dat er heel veel nostalgische gevoelens uh, bovenkomen. Um, zo zijn we, ik wil er niet al te veel van spoilen natuurlijk, welke afleveringen er allemaal komen, maar ik heb bijvoorbeeld met Sim uh, en Chris hebben we de Dreamcast, die hebben we weer, uh, weer naar boven gehaald. Uh, en zitten spelen, dat kost al een hoop werk om hem überhaupt aan de praat te krijgen. Voor, um, voor, de, voor de jonge luisteraars, wat is een Dreamcast? De Dreamcast, dat was. Uh, ja, dat is een beetje een dubbel verhaal. De beste console aller tijden. Nou, het, was, het, was de, het is een beetje dubbel, want het was de laatste console, de laatste hardware van, uh, van Sega. Um, maar het was tegelijkertijd ook wel een enigszins. Kijk, het was de eerste uh, console van de zesde generatie. Dus van de PlayStation en de GameCube en de Xbox. Um, en hij had voor die tijd nou, toch wel redelijk uh, vooruitstrevende graphics. De, hij kwam in de buurt van de PS2, die kwam twee jaar later pas uit. We hebben het nu over eind jaren 90 van ja, de vorige eeuw, ja, denk ik. Ja, ja, ja. 98. Wauw. Ja, dus dat, uh, dat waren mooie tijden en dat komt dan allemaal weer een beetje boven bij het maken van zo'n serie. Um, en uh, ja, daar gaan we er dus uh, de komende zondagen van, uh, van zien op Tweakers. En uh, ik hoop dat iedereen het leuk vindt om dat te kijken. Ja, afgelopen zondag was het natuurlijk de Commodore 64, wat ik awesome vond. Want dat was mijn eerste computer ooit. Ja. En, uh, en uh, wat ik ook leuk vond is, dan duurt zo'n video, weet ik wel, 6, 7, 8 minuten. En de hele tijd stond, er, stond daar zo'n zo Commodore-achtig muziekje onder, telkens weer een andere. Het was echt heel leuk. Ja, ja ik heb uh, zelf nooit een Dreamcast gehad, maar mijn huisgenootje, toen ik nog in Zwolle woonde, had hem wel. En ik heb daar ook echt uren en uren Jet Set Radio op gespeeld. Het is echt uh, een all-time classic. Maar uh, ja, nee, hartstikke leuk. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal gaat komen. Volgens mij heb ik ook een pakketje voor jou ontvangen. Toen jij op de IFA was, daar staat ook iets in wat terug gaat komen in die serie, volgens mij. Maar Klopt. We gaan het nog niet spoilen denk ik. Klopt, nee. Doen we lekker niet. Uh, Jelle, yes. ik, uh, ik lees hier het woord Spintires. Spintires Mudrunner. Take it away. Nou, voor de trouwe luisteraars, die weten dat ik wel van uh, games met, met trucks hou, zoals Euro Truck Simulator. Maar ik speel dus ook graag Spintires Mudrunner. En dat is een spel... Uh, het zit al in de naam Mudrunner, dus je, je, je rijdt door de blubber heen met je truck. <laughs> en je moet boomstammen ophalen en, en ergens anders heen brengen. Dus, en dat klinkt heel saai, maar het is dus fantastisch. Want je moet, je moet echt een heel eind rijden, je komt onherroepelijk vast te zitten. En dan kan je een andere truck stop, stappen, uh, jezelf weer lostrekken. Of uh, als je het koop speelt, dan kan je, dus, uh, kan je iemand anders vragen om je los te trekken. En dan samen die boomstammen wegbrengen. Nou, en daar komt dus nieuwe DLC van. Um, want de oude spin tires. Het is gewoon een beetje, het zijn niet alleen meerdere truck games, maar ze hebben ook allemaal DLC. Ik weet niet. Het uh, ja, is ja. een wereld waarvan ik het bestaan niet wist voordat ik jou erover hoorde. Ja, je verwacht dat hij gaat zeggen van, speel eens een game, Maar nee, dit is echt heel erg ja. specifiek dit. Ja, nee. Nou, het, deze moet je sowieso spelen. Heb je hem al gereviewd, Jur? Ik heb hem niet gereviewd. Um, maar de DLC, want de, de originele Spintire spin, is Mudrunner, uh, die speelt met, in, in uh, Rusland met Russische trucks en nu komt er ook een Amerika DLC, dus kan je met een Hummer rondrijden en, en met Amerikaanse trucks. Uh, nieuwe maps zitten er ook bij, geïnspireerd op, wat heb ik hier staan, Montana geloof ik en North dakota Nou, helemaal zin in. Ik, uh, 23 oktober. Ik kijk wel eens op, na op National Geographic. Heb je wel eens van die, uh, die uh, ja, documentaire-achtige dingen? En het gaat dan over de World's Dangerous Highway of Icy Roads in Alaska. Waar ze dan, is dat, dit is mm -hmm. eigenlijk gewoon de game yeah, van, van precies wat van ik bedoel. Je kan, je kan ook omvallen met je vrachtwagen. Het uh, is allemaal heel gevaarlijk, maar dan dus achter je computer. En, en dan dus niet gevaarlijk. Heb je wel eens in zo'n uh, zo bewegende play-seat gezeten, maar dan truck-style? Dus nee. met zo'n zo heel groot wiel voor je neus. Het ja, lijkt me geweldig. Ja, ik, liep daar dus, ik liep daar dus op Gamescom langs. En toen dacht, en toen dacht ik nog van, nou, als Jelle hierna nou was geweest, dan had hij waarschijnlijk nooit meer weggelopen bij deze stand. Had me even gebeld. Het is echt uh, met veer en zo, helemaal zo, uh, nou ja, zo, zo, zo schuddend als dat zo'n cabine dan ook doet. Het zag heel leuk uit. Awesome. Als en je als, als je tuk... twee uur speelt, dan komt iemand een broodje bal naar je toe brengen. <laughs> en een pornoblaadje. <laughs> okay. Arnoud, ik, uh, nou, jij hebt je beschrijving lekker kort gehouden. Dus, uh, ja, ik heb me laten inspireren door uh, Jelle, niet op het gebied van truck simulators. Jammer. Maar hij vertelde vorige week in deze podcast over dat hij op de IFA iets van Bosch had gezien: een projector die uh, uh, mm -hmm. op je aanrechtblad projecteert. En uh, ik zat erover na te denken. En toen ik thuis kwam, toen zat ik weer een recept te maken in de keuken. En toen dacht ik: wat onhandig dat ik hier met mijn smartphone-scherm zit te clearen. Ja. En het werd fiets en gedoe. Jij moet een projector. Ja, nou, en ik dacht dus na over. Zo'n projector, dat is natuurlijk niet haalbaar. En ik wilde dat snel oplossen. En ik heb dus een hele makkelijke, snelle oplossing, oplossing gevonden. Je Vertel. Een, je hebt een nieuwe keuken gekocht. Ja, nee. <laughs> <laughs> nee, de oplossing is een e-reader. E um, waarop ik alle recepten heb staan die ik. Graag maak. En daar kan ik dan doorheen bladeren. Kan ik gelijk de ingrediënten opschrijven. als ik een boodschappenlijstje maak. En de, ik heb geen camera's in mijn in koelkast. zoals die keuken kan die op, je al gezien kan Maar ik moet het nog zelf opzoeken. En vervolgens kan ik dus dat scherm gewoon laten staan. Want ja, de screen time-out is zo lang. dat daar kan je gewoon een recept mee maken. Um, uh, dus die laat ik dan ergens in de buurt van, van, mijn, uh, van mijn kookplaat in de keuken laat ik die staan. Dan kan ik er af en toe op gluren hoe ik het precies moet maken. En daar ben ik echt helemaal happy mee geweest de afgelopen weekend. Ik heb nu, ik heb nu een keukenkindel en het is echt fantastisch. Is die ook uh, waterdicht? Nee, dat is die niet. Ai, dat is die niet. Ik, ik zie ik... een gat in de markt van keukenkindels. Ja, ah. volgens, mij, uh, volgens mij zit daar wel iets in. Over, uh, over markten gesproken en gaten en die gaten die eigenlijk al lang opgevuld zijn. Uh, sinds het succes van PUBG en Fortnite, om mijn highlight maar eventjes te doen, uh, wil iedereen mee in de, in de Battle Royale hype. Uh, Battlefield doet het, Call of Duty doet het. En die heb ik afgelopen week gespeeld. Uh, het heet Blackout, dat is een nieuwe spelmodus voor Black Ops 4. En uh, het heeft me uh, positief en ook in zekere zin negatief verrast. Begin eens met het negatieve. Het negatieve, het lijkt als twee druppels water op PUBG. Het, 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 is, het, is, nou ja, het ziet er niet in die zin in hetzelfde. Wat is daar negatief aan? Uh, was maar, het, leuk? het voelt gewoon heel rip-offy. Ah. Het, uh, wat, kijk, Fortnite kwam ook later dan PUBG, maar deed heel erg zijn eigen ding. En, um, nou ja, dat werd natuurlijk bij, bij Call of Duty. Werd het, uh, ik was, in, uh, wat was het, in mei bij de aankondiging. Toen hebben ze gezegd: van, nou, we gaan het maken. En het wordt Battle Royale op zijn Call of Duty. het wordt echt heel erg eigen staan. En ik zat het te spelen. Ik dacht, nou, dit is. Ja, praktisch gelijk aan wat ik in PUBG doe. En dan eigenlijk met meer bugs. Nou, nu heeft PUBG ook wel uh, meer dan anderhalf jaar nodig gehad om een klein beetje bug -vrij te worden. Dat wel. Maar dit was, uh, dit was redelijk uh, 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 moeizaam nog. Uh, tegelijkertijd vond ik het wel heel leuk. Want op het moment uh, dat je uh, met, bij elkaar in een, in een ja, zeg met. Uh, meer dan 6, 7 mensen op een relatief klein gebied. Dan verandert het wel. En dat is dan, hè, wat ze zeiden, die Call of Duty, Dan heb je wel heel eventjes dat, dat snelle Call of Duty gameplay met nou ja, de power slides die je kan maken. En alle verschillende wa uh, wapens die je. Dan, dan, dan voelt het inderdaad wel even heel erg als Call of Duty. Wat ook leuk is, is dat ze een soort van. Um, ja, niet zozeer best of. Maar een be ze hebben een beetje uit oude Call of Dutys allerlei wapens en upgrades en uh, uh, items gepakt. Die je dan in. Uh, deze mode kunt gebruiken. Je ja, hebt bijvoorbeeld die aap, uh, dat was vroeger een bom. Dat is de aap met, die, uh, ja, met die, die trommeltjes in zijn handen of zo. Dat, dat, dat kun je dan gooien, maar als je die nu ergens naartoe gooit, dan komen daar zombies op af. Dus op dat moment spannen ja. de zombies op die locatie. Dus als, het, okay. als er een paar gasten binnen ergens in een huisje aan het campen zijn, dan kun je dus die aap naar binnen gooien. En dan wordt dat huis dus overspoeld met zombies. Doe naar de zombies-mode? PUBG heeft geen zombies. Nee, toch? Ik, de, dus wat dat betreft is nee, ik, het wel weer origineel. Tuurlijk, er is, er is wel wat def, uh, differentiatie op die momenten vooral. Maar op, maar qua hoe, op de ene of andere manier hoe het oogt, uh, het, het ritme van het spel. Het hebben we gewoon heel... Ook tactieken. Het hebben gewoon heel, heel erg aan, aan PUBG denken. Nou ja, dat, misschien ben ik dan hè, een beetje uh, te streng. Want je kan zeggen, ja, het is een Battle Royale-game. Dus natuurlijk gaat het op PUBG lijken. Maar ik had... Ja. Ja, gewoon net iets meer eigen Call of Duty dingen verwachten. Maar het voordeel is wel omdat je al je tactieken weer kan toepassen. Voor je het weet ben je winner, winner, chicken dinner. Ja, en, en, en zo een op een is het nou ook weer niet. Want op een gegeven moment, toen ik veel PUBG speelde, was ik nou, redelijk goed geworden. Als in, ik haalde vaak de top 10 wel. En uh, met een paar kills. En ik heb volgens mij nu één kill gemaakt. En een keer in de, één keer in de top tien gekomen zonder kills. Dus, dat, uh, okay, dus het is dus nog wel moeilijk. Ja, 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 het is. Ja, kijk, Call of Duty wordt natuurlijk door ongelooflijk veel mensen gespeeld. Dus dat, als die, als die, al die mensen nu ineens in Battle Royale komen, dan, dan verhoogt dat automatisch het niveau. Dus dat is vrij logisch. Ik. Uh, ja, het was ook een eerste kennismaking. Ik ben er nog niet helemaal van overtuigd. Ik vind het leuk dat het erin zit hoor. Ik vind, vind PUBG tot op de dag van vandaag leuk om te spelen. Dus ik vind dit ook leuk om te spelen. Uh, maar of het uh, Battle Royale als geheel naar een hoger plan tilt, dat weet ik nog niet. Denk je trouwens dat Battle Royale, is, is dat nu een, eventjes een hype een paar jaar lang. En mensen gaan het veel spelen en daarna gaat het weer weg? Of is dit echt een nieuw uh, ja, subgenre in gaming? Nee, het, is, uh, het blijft. Het, uh, om de simpele reden dat uh, het niet leuk is om. Uh, een shooter online te spelen waar je heel veel tijd in moet steken, omdat je anders niet goed genoeg bent. Maar in deze begint iedereen altijd op nul. Dus het is een ideaal spelletje om even één potje te doen, want het maakt niet uit of jij daarvoor al 80 uur of nul uur hebt gespeeld. Kijk, tuurlijk, diegene van 80 uur kent de map beter, snapt iets beter hoe, de, hè, hoe het spel werkt. Maar er is geen uh, groot verschil tussen jullie qua, qua voordelen die hij heeft, voordelen die jij hebt. Dus in die zin denk ik dat Battle Royale altijd blijft bestaan. Cool. Iets anders dat uh, waarschijnlijk altijd blijft bestaan, is Apple. <laughs> ja, ik heb van Arnoud, Mooi ik heb van Arnoud geleerd, uh, geleerd bruggebouw. Nee, we zeiden, het, uh, we zeiden het net aan het begin al. Uh, je, kan, uh, je kan erop wachten dat de... Wat is het de tweede of de derde dinsdag? Ja, de, de, voor mij de tweede dinsdag of woensdag van september. Het ja. is haast Prinsjesdag. Ja, precies. En dan één week voor Prinsjesdag, één week voor het wijf van de regering, hoeveel geld te besteden hebben. Legt Apple alvast de producten klaar waar we dat aan kunnen gaan uitgeven. <laughs> en uh, dit, uh, dit jaar, of uh, gisteren moet ik zeggen, ging het om de nieuwe iPhones. En um, Arnoud, zijn we shocked? Zijn we blown away? Uh, nee, natuurlijk niet, zou ik haast zeggen. Want uh, bedoel, die lekt elk jaar wel wat uit. Maar dit jaar was het wel echt een vergiet bij Apple hoor. Dit ging, dit, dit ging best wel hard. Er waren al plaatjes, er waren heel veel specs, maanden van ja. tevoren. Um, dus nee, er zaten niet heel veel, heel veel verrassing in. Ja. En ergens is, is, is dat wel jammer, want dat is wel waarom dit soort keynotes juist zo leuk zijn. Dat, vind ik, dat je weer eens verrast wordt. Ja, dat vind ik wel grappig dat je dat zegt dat er zoveel uitgelekte is. Want um, dat is iets waar, nou, waar wij dan uit, in gaming ook veel mee te maken hebben. Vaak hoor, lees je voor de E3 al. Uh, echt lijsten met games. En, nou, die kloppen dan meestal niet helemaal. Er worden ook vaak bij E3 last meer nog dingen geschrapt. Ik weet dat er bij Ubisoft. Die, nou, er is één uitgever geweest die zeg maar, op de dag voor hun persconferentie op E3 nog een game uit hun line-up hebben gehaald voor E3. Dus er veranderen altijd dingen. Maar het betekent wel uh, dat ik minder um, van tevoren, minder enthousiast ben voor dit soort uh, momenten, voor dit soort kinos. Kijk, uh, Chris is er natuurlijk naartoe. Uh, die, uh, dat, dat, is hartstikke, dat blijft altijd leuk. Je, je zit in een andere omgeving. Je, je hebt de hele, de hele mobiele telefoniewereld om je heen. Dus dat blijft altijd wel uh, heel speciaal. Maar ik weet niet hoe dat met jullie allemaal zit. Maar heb je het idee dat het vroeger veel meer iconische... veel belangrijkere momenten waren? En dat, het, dat de, de, de impact ervan een beetje weg werd. Mark, hoe is, hoe is dat voor jou? Dat is voor mij uh, ook zeker zo. Ja, ik, uh, het, het is voor, bij mij tegenwoordig... als je zo lang die, die keynotes volgt... De, de, ik heb in, door de loop van de jaren heen... Eigenlijk Meer een beetje, een soort haat-liefde-verhouding opgebouwd met keynotes, <laughs> omdat het ja, omdat je inderdaad weinig verrast meer wordt, steeds uh, maar wat wel altijd blijft. Ik, ik vond het dit keer bij de keynote meevallen, maar je hebt altijd wel van die verschrikkelijke marketingtaal, weet je, wel van die van die van die loze The woorden. Arts. Uh -huh. Die arts die op het, op het podium kwam, die vond, ja. die vond ik verschrikkelijk. Dat, 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 dat zag er helemaal niet uit als een dokter. Dat was gewoon een marketingmanier die even ging vertellen hoe, hoe nee, goed precies. hartslagmeter was. Precies. En zo zijn er ook altijd wel wat zinnetjes die dan zo, tijdens zo'n kino terugkeren, weet je? Dus het is dus altijd een beetje. Speel je ook bingo? <laughs> dat je denkt, oh, Tim Cook heeft amazing gezegd. Heel nou vol. ja, dat gaat op Twitter altijd wel wel rond zijn inderdaad. Ja. Pushing, ik vond, pushing ik vond... the envelope. vind ik ja. wel leuk. Ja, ik vond dit next, keer wel leuk. Next wel level hard... heb ik een paar keer gehoord gisteravond. Ja. Ja. Nou, ik vond dit keer wel meevallen. Uh, maar ja, het is inderdaad natuurlijk meer een bevestiging van, van geruchten. Uh, en voor mij is het ja, de, eigenlijk de enige reden om nog te kijken. Uh, is vaak het beeld. Weet je, want de informatie weten we natuurlijk meestal al. En als Apple ergens wel meester in is, dan is het in, uh, in die trailers maken en uh, productvideo's. Ja, dat vind ik dan wel altijd heel tof, uh, tof nog om te zien. Dus dat is voor mij nog wel een reden om te kijken dan. Ja, er zit veel werk in altijd. Dat zie ja. je wel. Ja. Maar is dat, is, dat is iets wat Apple specifiek heel goed doet. Uh, als jij naar een keynote gaat van een van jouw uh, bedrijven... waar je dan mee te maken hebt, is dat dan mm -hmm. net zo flashy? of? Uh, nee, Apple, Apple kan dit wel heel erg goed. Je hebt bijvoorbeeld... Uh, je, je hebt veel Aziatische bedrijven, zoals Asus en Acer. Um, die zetten graag hun CEO on stage. Want dat is, dat is, dat is gebruikelijk. En dan heb je dus een, een, een Taiwanese of een Chinees of zo... die dan niet heel goed Engels praat... En, vast heel goed dat bedrijf kan leiden... maar, maar gewoon niet zo'n goede presenter is. Ja. Ja. En, en dat hebben ze bij Apple natuurlijk wel ja, goed voor mekaar. Het zijn volgens mij ook wel gewoon mensen die daar werken. Maar die weten het allemaal wel goed te presenteren. En ja, het zit ook gewoon goed bij me in mekaar bij Apple. Ik ja. kijk, mensen die op zo'n plek terechtkomen in zo'n bedrijf... kunnen natuurlijk over het algemeen wel gewoon goed spreken. Ik dat, en dat zullen die uh, de Aziatische mensen ook goed kunnen. Alleen dan vooral in hun eigen taal. Daar is Engels gewoon wat minder ja. ingeburgerd. En dit zijn... Native English speakers. Dus dat is wel een, 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 <laughs> ja, een, een, een opvallend verschilletje. Nee, in de, in de game industrie heeft Nintendo daar bijvoorbeeld een handje van. De meeste, zelfs de meeste Japanse bedrijven zijn al overgestapt naar nou ja, als we iets gaan doen in Europa of Amerika, dan zetten we gewoon een lokale producer neer die dan het babbeltje mag gaan houden. En daar is iedereen super blij mee. Ik, weet, ik kan me nog herinneren dat Kojima ooit op stage, uh, op een podium kwam om een game te demoen met een vertaler naast zich. Die dus de hele voor, voor een miljoenen publiek uh, die de stream zat te kijken, een live demo aan het geven was. Die live vertaald werd door een vertaler. Dat is. Uh, ja. Maar ook, dat ook dat, geeft, dat geeft wel aan hoe belangrijk het bij die. bij die, bij die Aziatische bedrijven is. om echt. Ja. iemand die daar werkt. om die daar neer te zetten. en niet iemand die lekker lult. Ja, en ook hiërarchie is daar natuurlijk ook. ook, ja. wel, ook wel een ja. ding. Kijk, het is Kojima's Game. Kojima's de naam. Dus Kojima gaat daar staan. Nou spreekt ja. Kojima zelfs voor een developer. nog wel redelijk Engels. Maar we hebben het uh, veel slechter meegemaakt. Fun fact: Samsung. Die heeft jarenlang. een uh, directeur gehad van de mobiele divisie. Die het woord Galaxy niet kon uitspreken. <laughs> Wat als Samsung-topman best wel raar is. Dus die, ging, die kwam dan on stage en die mocht. Die, hij, hij stond er twee minuten, maar hij was degene die dan mocht zeggen dat de nieuwe er kwam. En dan zei hij dat de Galaxy S6 of zo eraan kwam. En dan zei hij ook echt: Galaxy, want Galaxy, nou ja. daar kwam hij gewoon niet uit, jarenlang niet. Galaxy, ja, dat, dat is ook raar. nog een videokaartmerk? <laughs> ja, precies. <laughs> Misschien kondigde hij die al die jaren aan en dacht hij: wat doet die telefoon hier op het podium? Ja. Hé hey Arnoud, eh, ik vroeg je net: uh, we, waren we gechoqueerd? Werden we verrast? Nou ja, je zei al: uh, alles was zo ongeveer wel al uitgelekt. Dus dat maakt het uh, moeilijk. Maar als je naar de aankondigingen aan zich kijkt, uh, zeg maar even los van of we het al wel of niet wisten. Uh, mogen we daar enthousiast over zijn? Um, je, je mag altijd enthousiast zijn. Je ziet wel, ik, ik vind wel dat je een hele grote verandering ziet in de strategie van Apple. Um, uh, met iPhones. Want sinds 2007 maken ze die dingen. En uh, Steve Jobs zei bij de presentatie. En dat, dat weten heel veel Apple-fans volgens mij uit hun hoofd. Die hele presentatie van de eerste iPhone. Maar dat hij een 3,5 inch scherm had. Omdat dat nog fijn was om met één hand te bedienen. Vervolgens werd het 4 inch. En ze hebben tot aan gisteravond altijd een 4 inch telefoon in hun line-up gehad. En nu niet meer. Want de iPhone SE uit 2016, die verkoopt ze zelf niet meer. Uh, dus dat is af. Dus ze laten dat idee nu, voor het eerst, 11 jaar later, helemaal los. Ze zijn allemaal groot. Dus en wat, uh, wat is dan nu de kleinste maat die ze hebben? De kleinste maat is um, uh, nog altijd de iPhone 7. Uh, die heeft een scherm van 4,7 inch. En die is. Net wel, net niet met één hand te bedienen, afhankelijk van hoe groot je hand is. En kijken ja. we naar Mark. Ja, ik heb inderdaad de iPhone 7 en voor mij is dat echt het perfecte maatje, want die kan ik gewoon met één hand bedienen. Um, maar ja, veel groter, dat, uh, dat wordt lastig, inderdaad. Ja, en de, de nieuwe generatie die, we, die, die er nu is, uh, die begint bij 5,18. Klinkt heel groot. Het is in feite als je gaat omrekenen naar die schermen van 16 bij 9, want het zijn allemaal langere schermen, 19,5 bij 9. Uh, maar als het 16 bij 9 schermen zouden zijn, dan begint het bij 5,1, 5,2 inch. Dus het is ook weer niet super, super veel groter, maar toch het is wel een kleine verandering. Maar, maar groot... juist dat, dat lange, dat maakt ja. dat je het weer niet kan bereiken met je duim. Precies. Want ik heb, ik heb dan zo'n uh, iPhone 6S, wat ik een fijn maatje vind, en ik heb voor werk een Huawei P20. En daar zit ik de hele tijd te klooien, want dan kom ik niet met mijn duim bij de bovenkant en de onderkant van het scherm. Ik werd helemaal niet zo blij mee, die, 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 die langwerpige telefoons. Doe ja. maar gewoon rechthoekig, 16 op 9, prima. Je had toch in het iOS ook, ook zoiets zitten waarmee je een deel van het scherm naar je toe kon halen of zo op iPhone? Ja, ja, ja. Dat, dat, dat heet reachability en daarmee kan je zeg maar het scherm uh, halveren. Alleen ja, <laughs> ja. Echt, een, echt een belachelijke functie Denk is dat. Denk daar dan. eens over na, dan maak je extra grote schermen, maar dan doe je er wel een feature in waarmee je de helft van dat scherm gewoon effectief niet gebruikt, ja. want dan kan je er in ieder geval bij. Ja. Maar met één hand is dat wel een beetje nodig, want er zitten gewoon bedieningselementen zitten bovenin. En met die nieuwe telefoons, door het control center, dus waar je de wifi aan en uitzet en de bluetooth en zo. Uh, en nog veel meer dingen, het volume regelt, helderheid. Um, die zat onderin, dus er is een veeg van of onderin het scherm omhoog op, op telefoons met en een homeknop. En daar zat je hand toch al, want je, je vinger zat op die homeknop om hem te unlocken. En, en dan kon je meteen swipen meteen om uh, ja. uh, uh, volume of helderheid uh, aan te passen. En dat zit nu helemaal rechtsboven. Dus dan zit je met zo'n telefoon met 6,5 inch scherm. En dan moet je echt... Ja, ik, ik, voor de mensen die op video kijken, die kunnen het zien. Maar dan moet je helemaal naar boven, naar rechts, boven en dan naar beneden trekken. En ja, dat, dat, is, dat is wel een hele verandering. Aan de andere kant uh, is gebleken afgelopen jaren dat heel veel mensen fijne, het fijn vinden om, om een telefoon met groot scherm te hebben. Om, omdat je dan nou ja, heel goed video's kan kijken, heel veel dingen tegelijk kunt zien in je Facebook-feed of op Instagram. Um, foto's zien er gewoon beter uit op een groot scherm, dus het heeft al veel voordelen. Maar eigenlijk moeten ze nog een manier verzinnen waarop ze een heel groot scherm in een kleinere telefoon kunnen proppen. Maar daar zijn ze nog niet. En um, ja, je, je leidt het net zelf wel in. Hè? Dat, dat, ze hebben altijd wat kleinere modellen gehad nu dan niet meer. Uh, is er een specifieke reden waarom ze dat nu helemaal loslaten? Want dat, dat, dat mis ik nog in dit verhaal. Waarom zou je als Apple zijn er niet uh, ook een klein model daarnaast houden? Ik denk dat het lastig is om alle hardware die nodig is voor uh, de functies die ze nu ondersteunen, uh, zoals zo'n Face ID, met, uh, met die, nee, dat heeft een infraroodzender zender en, en een ontvanger, en dat moet allemaal daarboven in het scherm. En als je een veel kleiner scherm hebt, maar wel een hele brede inkeping bovenin, dan blijft er heel weinig scherm in die, in die bovenhoekjes over. Dus ook weinig ruimte om de notificaties naar beneden te trekken of de... Of de uh, of, of het control center. En uh, dat maakt het wel lastig. En bovendien kan je er geen grote accu in zetten, want daar is simpelweg geen ruimte voor. De camera heeft ook ruimte nodig, dus dan moet je hem dikker maken of heel erg laten uitsteken. Kortom, je komt enorm in de knel op het moment dat je zo'n kleine telefoon maakt. Uh, dus ik denk dat ze daarom het hele idee hebben losgelaten en dat ze alles een beetje groter hebben gemaakt. Maar is het dan een kwestie van wachten tot we alle, ja, alles wat er in een telefoon zit nog kleiner kunnen maken, zodat we dan weer terug kunnen naar die kleinere maatjes? Of is dat te simpel gedacht? Dat is wel een beetje simpel gedacht. Ik denk dat er een, uh, dat er een tijd aankomt waarin we zullen zien dat uh, uh, telefoons of in ieder geval schermen buigbaar zullen zijn. Daardoor kun je wel een groter scherm in een kleinere behuizing stoppen. Maar wat je dan krijgt is dat het waarschijnlijk wat dikker wordt. Want die ruimte, dat volume, dat heb je uiteindelijk toch nodig om alle hardware in kwijt te kunnen. En word er wordt niet heel veel, wordt er echt kleiner in, 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 in een telefoon. Um, de accu kan je nog niet veel kleiner maken. Daar is de techniek nog niet. Dat is eigenlijk het grootste element wat je hebt. En het, uh, en, en het PCB, ja, dat hebben ze al zo goed klein gemaakt. Althans, zoals vorig jaar in de iPhone 10. De nieuwe moeten we natuurlijk zien. Maar dat dat is al zo verrekte handen gedaan. Daar zit niet heel veel speling meer in, denk ik. Ja. En dan moeten we er nu, want dat is nog een van de andere dingen waar ze gisteren mee kwamen. We kunnen ook nog twee SIM's in. Ja. Nee, dat kunnen niet. Kunnen, ja, kunnen niet letterlijk inderdaad. In China wel, trouwens. In China kunnen er twee sims in. Dat hebben ze een soort van bovenop elkaar gedaan. Dat is best wel, best wel vernuftig. Maar dat hebben ze alleen in China gedaan. Wat we in Nederland krijgen is een variant met, uh, met uh, een gewone simkaart en een e-sim. Dus dat is een chippy in je telefoon. Uh, en die kun je, die kun je programmeren met de informatie die normaal op een simkaart staat. Uh, maar je kunt hem dus niet verwisselen. Dus hij is herprogrammeerbaar. Dus je kan de ene dag kun je bij... Uh, de KPN zit en de volgende dag bij T-Mobile, en de andere dag bij Tele2 en Vodafone. Dat maakt allemaal niet uit. Dat kan dat chipje allemaal aan. Maar dan moeten die providers dat wel ondersteunen. En dat doen ze voor ons nog niet. Ik hoop dat het er nu snel aankomt, want dan kunnen we daadwerkelijk. Uh uh, twee abonnementen op één, uh, op één iPhone zetten. En heel veel mensen die nu twee telefoons hebben voor werk en voor privé vertel of me, voor op reis. Ja, vertel mij wat. Precies. Ja. Die kunnen dan over op één telefoon. En dat zullen ze wel heel fijn vinden. Maar ah. even, eff, uh, Arno 2018, kan je het dan nog maken als telefoonfabrikant om in je grote keynote, je grote wereldwijde uitgezonden show, aan te komen met duels <laughs> in? Kennelijk. <laughs> nou, het is wel. Het, het was altijd de functie die zat in, in goedkopere telefoons. Van, 100 of 200 euro. En de afgelopen 1-2 jaar is er ineens een verschuiving geweest waarbij het heel ongebruikelijk was als ook de high-end modellen geen dual-sim hadden. Eigenlijk waren het alleen nog de iPhones en de Google Pixel-telefoons die, uh, die dat niet hadden. Maar een Galaxy S9 heeft dat, alle modellen van Huawei hebben dat. Um, en heel veel andere fabrikanten zijn immers ook over op dual-sim. Dus ja, de, de, Apple doet dat veel vaker natuurlijk. Dat iedereen iets doet en dat zij het dan doen en dat ze dat dan groot in de keynote zeggen. Uh, alsof het iets heel nieuws is. En dat hebben ze hier ook gedaan. Hoe zit het met jullie, jongens? Want wij hebben hier natuurlijk allemaal, als ze dat willen, een, een telefoon van de zaak. Zoals dat dan zo lekker heet. Mm -hmm. Wat uh, in, in ieder geval in mijn geval betekent dat ik twee uh, smartphones in mijn zak heb. Uh, zeker met beurzen. Want nou, in het buitenland dan, uh, wil je toch niet liever niet, of zeker in Amerika wil je liever niet te veel privékosten maken op dat ding. Maar uh, zou je overstappen naar een dual SIM-telefoon als dat uh, logisch is voor je? Ja, mag ik beantwoorden de vraag al. Hè? Als dat logisch is voor je, doe je het natuurlijk ja. wel. Ja. Dat is een hele goede Goeie vraag. vraag ja. Nee, het, het, sterker nog, ik heb, een, ik heb een dual sim telefoon gehad. Met Android natuurlijk. En dat, daar was ik heel blij mee. Maar ik wilde toen eigenlijk overstappen op een iPhone. Want uh, ik had wat meer vertrouwen in dat besturingssysteem. En je, iOS is wat beter met updaten en dergelijke. Dus ik heb een iPhone gekocht. Ja, en toen liep ik weer met twee telefoons rond. Want geen dual sim meer. Dus, dit lijkt me wel wat ja. Aan de andere kant um, vraag ik me ook, het, het, het heeft heel lang geduurd voordat ze dual sim zijn gaan doen bij Apple. En ik heb het idee dat ze dat niet deden omdat uh, iOS is wel gemaakt om gewoon zo gebruiksvriendelijk mogelijk te zijn. Het is uh, simpel, overzichtelijk en je, je, je voegt natuurlijk wat, wat extra onoverzichtelijkheid toe door extra simkaarten erin te stoppen. Dus ik ben wel benieuwd hoe ze dit gaan oplossen. Maar goed, dat, dat, dat gaan we ongetwijfeld zien. Ja, ja voor mij uh, praktisch zeker persoonlijk zou ik inderdaad heel graag ook een dual sim willen. Uh, aan de andere kant, en dat is dan meer een beetje werkgerelateerd. Ik heb nu de iPhone uh, 7 en daarvoor had ik de 6. Uh, maar daarvoor was ik wel uh, van Android. En ik vind het stiekem ook wel leuk. We hebben dan van, van het werk een Android telefoon. Um, en die vind ik wel leuk om erbij te houden. Omdat op die manier toch ook wel een beetje meekrijgen uh, hoe Android natuurlijk uh, door de jaren heen verandert. Dus in dat opzicht, uh, ja, vind ik het ook wel, vind ik het wel leuk om twee telefoons, zeg maar, door elkaar te gebruiken. Ik ja, heb precies dat, Mark. Maar ja, ja. ja. ja, voor mij zit er ook nog wel een soort van uh, mentaal dingetje aan. Is dat ik gewoon heel regelmatig ook mijn werktelefoon thuis laat. Op het moment dat. Kijk, niet eens omdat ik vaak gebeld Want eigenlijk, mijn meest zakelijke contacten die bellen me gewoon alsnog op mijn, op mijn privé-telefoon. omdat ik die het vaakst bij me heb. Maar mijn werktelefoon niet meenemen is ook wel een soort van werken vooruitzetten of zo. Ik denk dat, ja. dat er, ik weet niet, dat, zal je waarschijnlijk met een dual sim telefoon ook kunnen doen: dat je gewoon de ene gebruikt en de andere niet. Maar ik weet niet, voor mij, voor mij in mijn hoofd voelt het zo als ik inderdaad mijn laptop en mijn werktelefoon laat liggen, dan ben ik gewoon niet aan het werk. Je spreekt jezelf wel een beetje tegen hoor. Dat doe ik vaak, maar in, in hoe nu? <laughs> aan de ene kant bellen heel veel zakelijke contacten jou op ja, je privé-nummer. Ja, aan de andere kant laat je hem thuis, zet je ja, je werk uit, ja, en word je alsnog ja. gebeld op je ja, privé nummer dan, eh, Zo gaat het letterlijk, inderdaad. En toch, <laughs> en toch voel ik me veel meer te rust als ik hem niet, niet bij me heb. <laughs> Gewoon een placebo effect. Hey, um, DualSIM, ik zeg het net al, ik was daar niet superveel van onder de indruk, maar uh, tijdens de pre presentatie zagen we ook allemaal cijfertjes voorbij komen. En hij moet sneller, het is de snelste telefoon aller tijden ooit gemaakt. Uh, ja, dat is elk jaar zo natuurlijk. Ja, precies. Maar um, is, hij, is hij ook zo fantastisch aan de binnenkant? Uh, ik, zeg, wel... ik zeg i, maar we hebben natuurlijk drie nieuwe modellen. Ja, en ze hebben allemaal dezelfde sok aan boord, de, dezelfde system on the chip, dus dat scheelt. Ja, dat is eigenlijk best wel bijzonder, want het zijn namelijk de eerste telefoons die op de markt komen met een... 7 nanometer sok. En 7 nanometer is uh, nog niet erg ingeburgerd. Ik kijk even naar de overkant van de tafel naar Jelle. Ja, had had horen wij niet een 7 nanometer sok? Ja, al wel aangekondigd, maar er zijn nog geen telefoons van uh, Aha. aangekondigd of uitgebracht. Aha, dus dit is de eerste 7 nanometer sok op de markt? Precies, ja. ja. Maar hoe wij komt er inderdaad wel snel achteraan, vermoedelijk volgende maand. 16 oktober hebben ze een event aangekondigd, als ik het wel heb. Is dat de nieuwe Meet dan? Dat is de nieuwe Meet 20 ja. en Mate 20 Pro, denk ik. Ja. Die dan op de markt gaan komen. Ook met de 7-nanometer sok. TSMC, uh, die maakt dat. En die is volgens mij ook de enige uh, die dat maakt, want Samsung is er nog niet. Uh, en Global Foundries is helemaal gestopt met de ontwikkeling van 7 nanometer. Dus ik denk dat het daar vandaan komt. En voordat je denkt, uh, want ik zie je al een beetje kijken wat is daar nou zo bijzonder aan. We zaten tot nu toe op 10 nanometer. En, um, en hoe, hoe kleiner het is, hoe, hoe, hoe zuiniger het is eigenlijk. Um, dus dan kan je, meer, kan je meer uit zo'n sok persen. En bovendien uh, is hij dan natuurlijk ook fysiek iets kleiner. Dus dan kan je er meer transistors op kwijt. En dat is ook uh, wat ze hebben gedaan. Het is, nu een, is, is hij ook fysiek kleiner, die A12, dan de A11? Weet ik ik, weet, weet, ik niet. weet het niet precies, maar ze hadden uh, 6 CPU-cores, 4 GPU-cores, ja. een heel neuraal netwerk. Ja, maar of, of het past meer in dezelfde ruimte, ja. of het is kleiner. Dus je hebt altijd winst. Um, uh, maar inderdaad, uh, het, is, het is een hexacore nu in plaats van, volgens mij, het op op quadcore vorig jaar. Uh, dus er zijn twee zuinige uh, kernen bijgekomen. Um, en wat natuurlijk ook heel bijzonder is, uh, ze ontwikkelen niet alleen die SOC zelf, maar ook de microarchitectuur voor de CPU, de GPU, maken ze zelf. Um, dus, uh, en, en natuurlijk ook de neurale chip, wat ze nu, gek genoeg, ook als SOC zijn gaan aanduiden. Uh, ik heb geen idee uh, waar, waarom dat is. <laughs> Nee. Um, uh, maar in elk geval, daar zijn ze ook heel trots op. Het viel me wel op dat ze het woord AI uh, expres niet gebruikten. Dat vond ik, dat vond ik wel tof van ze. Want was dat niet het dingetje waar we het de hele tijd over had? Ja, precies. Ja, precies dus... En ook heel veel andere fabrikanten gooien overal AI voor. Wel ook functies die al ja. zes jaar bestaan. Zoals het automatisch het scherm aanhouden als je ernaar kijkt. Wat Samsung al doet sinds 2012. Noemde Asus ineens AI Screen of zoiets. <laughs> dus ja, dat woord is een beetje te veel gebruikt dit jaar. Dus ik, ik vond het wel tof dat ze dat weglieten. Um, maar inderdaad, dat, dat, dat gebruiken ze ook op, op diverse fronten. Onder andere in de, in de camera. Om uh, smart HDR en, en die mooie portretmodus met een enkele lens mogelijk te maken op de iPhone 10R. 10R. Je, uh, je zegt net, hij is zuiniger. Uh, geldt dat ook voor de hele telefoon? Als in, gaat deze telefoon langer mee dan andere telefoons? Ze zeggen van wel. En niet aan andere telefoons, want er zijn telefoons, meestal met veel grotere accu's. Ja, precies. Die houden het langer andere uit. andere iPhones. Maar aan andere iPhones, daar vergelijken ze altijd mee. Maar ze lieten een mysterieuze slide zien waarop stond dat hij een half uur per dag langer meegaat. Ja. Als ik me goed herinner, anderhalf uur per dag. Ja, dat was de dat was de grote versie. Ah, okay. 10 S Max. Ja. Um, maar inderdaad, dat, en dat zijn getallen die op zichzelf natuurlijk helemaal niks zeggen. Nee. Um, wat, doe, wat, wat doe je er dan mee? Wat doe je ermee? Ja. En dan sowieso, zit je de helderheid en. Sowieso was Apple wel af voor mij toen hoor. Ja. Ik bedoel, als je met de slide <laughs> aankomt zetten. dat je telefoon 30 minuten langer meegaat. Nou, als ja, je maar... later naar bed wilde, marken zonder je telefoon in de lader te leggen. dan, dan, dan kan dat gewoon. Ja. Maar wat ik, wat ik nog veel erg vond. is dat daar heel erg hard voor geapplaudiseerd werd in die ja. zaal. <laughs> Een half uur lang. Yeah! Ja, er zaten heel veel Apple-medewerkers in de zaal, had ik het idee. Ja, ja. ja. En, en, ja het was en natuurlijk en hun, hun hoofdkantoor. <laughs> dus, die, dus die waren al dichtbij. Ja. Maar dat het, dat het op 7 nanometer is, dat is wel typisch. Want Apple is op chipgebied echt heel sterk. Ze, ze lopen al jaren voorop. En vijf jaar geleden waren ze de eerste met een 64-bit uh, processor in de iPhone 5S. En uh, dat heeft toen echt wel de processormarkt voor smartphones op zijn kop gezet. En daar is Qualcomm. Ik denk drie jaar mee bezig geweest om een beetje een inhaalslag te maken. Uh, om maar eens een voorbeeld te noemen van, uh, van hoe, hoe, dat, hoe, hoe die verhoudingen liggen. Ik denk niet dat ze nu zo'n grote voorsprong hebben. Maar ze maken nog altijd wel de, de krachtigste socks die in smartphones zitten, ja. Ja, en uh, op een ander punt liepen ze dan juist weer achter. Want volgens mij hebben zij 4G capaciteiten met deze modellen. Als het goed is, verbeterd. Ja, en um, uh, waar, ze, waar ze een beetje op spaak liepen, ze hebben heel veel ruzie met um, Qualcomm. En Qualcomm die maakt na SOX ook modems. En die modems die gingen tot een paar jaar geleden stevast in iPhones. Want het zijn simpelweg de meest geavanceerde modems in de mobiele markt. Maar uh, ze wilden naar Intel over. En Intel ja, die loopt op dit gebied een stukje achter. Uh, om, en ze hebben de afgelopen jaren hebben ze het geleverd met twee modems, dus eentje van Intel en eentje van Qualcomm. En dan hing het van het land af waar het kocht, wat voor modem het is. Hier hadden we Intel in Amerika, hadden ze Qualcomm. Maar daar hebben ze wel de capaciteiten gelijk getrokken. En dat betekent dat 4G net een stukje minder snel werkte. En dat heb ik ook opgemerkt in de iPhone 10 review vorig jaar. Toen, toen merkte ik gewoon op dat, uh, dat, dat de 4G snelheid die viel een beetje tegen. Heb ik dat allemaal opgemeten met andere telefoons erbij, verschillende providers. En inderdaad. Hij is gewoon minder, er zitten minder antennes in, de snelheid is minder. Uh, met de iPhone 10S hebben ze dat nu gelijk getrokken met de rest van de markt. Die ondersteunt nu 4x4 uh, uh, MIMO. Dus uh, met vier antennes in de telefoon en uh, vier antennes op de mast. Die kunnen dan uh, 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 met elkaar communiceren. Daardoor is hogere, uh, hogere 4G-snelheid mogelijk. De 10R heeft dat nog niet. Die zit nog op uh, 2x2, dus twee antennes in de telefoon en twee op de mast. Um, en, en Arnoud, over wat voor snelheden hebben we dan? wat ja, is 2 keer 2. Het gaat altijd over theoretische uh, maximale snelheden. Dus dan denk je dat is al snel genoeg voor mij. Maar 2 keer 2 komt tot 600 Mbit. En 4 uh, nou, keer 4 komt tot 1,2 Gigabit. Uh, uh, dat is zes keer sneller dan de download die ik momenteel thuis heb, hè, voor ja. de duidelijkheid. Ja, maar dat, uh, dat, dat is theoretisch en haal je in de praktijk niet. Maar ook in de nee. praktijk zie je die, zie die verschillen wel. Ongeveer een, een anderhalf maand geleden heb ik daar een verhaal over gemaakt. Uh, over de ontvangst op, op high-end smartphones en de verschil in 4G snelheid. En daar zie je dat dus ook inderdaad terug. Uh, dat je er echt, uh, echt wel nadeel van ondervindt. Dus mooi dat dat nu ook is, uh, is aangepakt. Je zou wel kunnen zeggen dat 4x4 dan een mast is, of niet? <laughs> ja jongens, Mark zit aan het avond. Iets anders, wat uh, volgens mij nog niet in alle iPhones zat. Want, uh, en volgens mij alleen in de 10 en nu overal. Uh, face ID. Om daarmee dan je, je smartphone te unlocken. Dat was volgens mij een van de grote aankondigingen toen de 10 werd aangekondigd. Ja. En nu zit het in alle drie de nieuwe modellen. En uh, is dit dan de manier waarop we vanaf nu tot in lengte vandaag onze iPhones gaan openen? Ja. Oké, okay, nou mooi, gaan we door naar het volgende punt. Nee, ik, 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 uh, ik zit zelf uh, nog steeds met een Galaxy S7 man. En ik vind het verdomd handig dat ik hem vast kan pakken met mijn duim gewoon. Want dat, dat ik is, ook hoor. Dat is automatisme. Ik, wil, ja, ik snap wel dat je dan ook naar dat ding kijkt en dat hij dan je gezicht kan gebruiken. Maar ik heb me al zo blind aangeleerd dat als ik hem pak, dat met mijn duim op de scanner zit en dan is hij, dan is hij open. Ja. Waarom, waarom doet Apple dat niet meer? Nou, de primaire reden is uh, uh, vermoedelijk dat ze het wel wilden om het in het scherm te integreren. Maar op het moment dat ze over wilden stappen, was die techniek nog niet klaar. En nog steeds is die techniek nog net niet helemaal klaar. Ja, want wat was die telefoon ook weer die wij hier een tijdje geleden hadden, die dat had? Dat was een telefoon van Vivo, uh, de X21 uit mijn hoofd. En inmiddels zit het in meer telefoons. Het komt ook in de volgende OnePlus telefoon, de OnePlus 6T. Uh, dat is geen embargo-informatie, want dat hebben ze zelf al uh, aangekondigd. Um, maar dat zijn allemaal optische scanners en dan zit er een soort van, ja, je moet het zien gewoon als een cameraatje achter het scherm, die dan kijkt welke vingerafdruk het is, matcht dat met wat er in de, in de database staat, dan unlockt die. Um, en dat, is, dat werkt wel, maar het vergt weer ruimte. Um, en uh, het, het, het werkt ook nog net niet, ik denk dat Apple het zelf niet goed genoeg vindt. Uh, bovendien hebben ze nu heel veel geld, tijd en moeite zitten in Face ID. Um, dus ik denk ook dat ze dat niet snel loslaten. Uh, en dat werkt. Ook prima, zeg maar. Het werkt redelijk foutloos als je het helemaal hebt ingesteld. Alleen het is wel iets trager dan een vingerafdrukscanner. Oh. Maar we hebben natuurlijk vorig jaar al die filmpjes voorbij zien komen... dat mensen een masker van iemand anders opzetten en dat daarmee dan de iPhone uh, open ging. Is dat, is dat allemaal weer weggewerkt? Nou, dat is wel een verdraaid lastige manier om een telefoon te ontgrendelen. Ja, <laughs> en dan moet je in, al een masker in, maken. In, 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 precies. In de, in, in de praktijk zal dat niet 1, 2, 3 uh, door kwaadwillenden gebruikt worden. Maar ik heb nog steeds wel zoiets dat als mijn telefoon mij niet kan onderscheiden van een foto van mij... ...vind ik dat wel een dingetje. Nee, het is niet een foto. Je moet echt uh, je moet een soort van uh, dun masker op een levend persoon... ...en dan nog moet het wel mee zitten hoor, wil je, wil je ontgrijpen. Ah, okay. Dus dan moet ik echt, uh, als, ja. als jij Face ID hebt ingesteld... ...dan moet ik zorgen dat ik er precies als jou uitzie. Wat ook nog lastig is, want Zeker ik, heb, lastig. ik heb jouw ogen niet... Um, en die, die bekijkt hij natuurlijk ook. Als die vorm nou, anders ja. is, dan zegt hij al snel van... ja, sorry, dit klopt niet. Ja, dus is... Vorig jaar toen hij net uit was, de 10... hebben we natuurlijk allemaal van dat soort grappige filmpjes gezien. En ik kan me goed voorstellen dat mensen die nu zelf geen 10 hebben... en er dus niet ervaren mee zijn... die filmpjes nog ergens wel in hun geheugen hebben staan. En denken van, ja, hey, voordat ik naar deze 10S of 10R of 10S Max ga overstappen... is dat nog iets waar ik rekening mee moet houden. Maar waarschijnlijk niet dus. Um, nee, ja, als je, als je het ergens bij iemand kan uitproberen... Uh, zodat je weet of het fijn is, ja, dan, dan is het natuurlijk altijd mooi meegenomen. Maar heel veel mensen die vinden een vingerafdrukscanner ook heel fijn. Dus die zullen daar ook wel aan blijven ja. willen vasthouden. Ik heb geen idee of Apple dat nog een keer terug laat komen op het moment dat die techniek wat volwassener is. Misschien, maar Face id Ik kan het me wel voorstellen hoor. Dat, dat ze terug dan, laten komen. Dat ze terug laten komen, dat ze dat uh, verfijnen, dat het, dat het snel werkt. En dat, dat dan die notch verdwijnt. En dat ze dan kunnen zeggen van, nou eh, World's first uh, notchless iPhone. Ja, en de en... iPhone 1. Ja, <laughs> ja noem maar op. Oh, ja, die had ook al geen notch. Ja. Maar Arnoud, ik wil nog wel één ding over die Face ID vragen. Ja. Uh, want ik ben inderdaad ook heel erg gewend aan mijn, uh, ja, gewoon met mijn duim uh, unlocken. Maar werkt Face ID een beetje onder, onder een grote hoek? Want ik heb nu heel vaak bijvoorbeeld als mijn telefoon op tafel ligt of als die uh, in de auto op het dashboard staat, ligt en ik wil even wat kijken. Hoe recht voor je gezicht moet je hem houden om VSAD te kunnen activeren? Je hoeft er niet heel recht voor te zitten, maar als je in de auto zit, ja, dan kun je wel problemen hebben. Ja. Dus als je net even in de zijspiegel aan het kijken bent en je probeert je telefoon te ontgrendelen, moet je sowieso niet doen. Nee. Um, maar dan, 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 kun je, uh, dan kun je daar wel problemen mee ondervinden. Ja, dus ja. dat is wel echt een nadeel ja. ervan. Als okay. je half slaperig om half drie wakker wordt en je denkt, even kijken hoe laat het is, en dat dat ding gewoon niet ziet waar je ligt. Uh, uh, ik heb dat een soort van geprobeerd en toen werkte het eigenlijk wel. Okay. Oh, nice. Hm. Lekker bezig. Zijn er andere dingen die jullie mee willen geven over de, over de iPhones voordat we doorgaan naar andere producten? Ze zijn weer duurder geworden. Moeten we het daar nog over hebben? Ja, ja, daar moeten we het zeker over hebben. Want ik um, uh, vorig jaar al. Um, nou ja, goed, we hebben het vaker al in de podcast over gehad. Over mijn wel niet zoektocht naar een nieuwe telefoon. En ik heb nog steeds al een keer het verlangen om een, een high-end iPhone te, te nemen. Gewoon, ik heb er nog nooit een gehad. Meteen is dus dacht van, fuck, het gaat gewoon een keer doen. Maar um, ja, 1249, wat was het? Nee, 1159. Oh. Toch? Voor de duurste? Nee, nee de, de duurste, duurste is 1259. Oh, 1259. Nee, 12, duur... okay. okay. ja, iPhone XS Max is 1259 in de, in, de, in de goedkoopste variant. Precies, met slechts 64 ja. gig. Je kan tot aan 16, 1650 euro volgens mij. <laughs> ja, dat is toch al, oh, dat is best wel veel geld. Ja, we hebben het er uh, ook vaker al over gehad. Um, het zijn bizarre bedragen. Tegelijkertijd is het het apparaat dat je het waarschijnlijk het vaakst gebruikt. Dus ja, dan mag het ook wat kosten. Ik bedoel als een, als een PlayStation 4, 400 euro mag kosten, bij wijze van ja, dan zou een, in je in je telefoon gebruik je zoveel meer. Waarom zou dat dan raar zijn? Dus ja. Ik vind, het een, ik vind het een lastige discussie, maar ik vind het een heleboel geld. Nou, ik vind het vooral jammer dat um, als je onder de 859 euro wil, en dat vind ik voor een te telefoon ook al echt heel veel geld, dat is de iPhone XR, die kost zoveel. En dat is 50 euro meer dan de iPhone 8 vorig jaar. En daaronder zitten alleen nog oude modellen. En ze hadden natuurlijk ooit de SE, dat is nog maar 2,5 jaar geleden. En die kostte toen die uitkwam onder de 500 euro. Wat voor veel mensen trouwens nog steeds best wel veel geld is, maar voor een high-end smartphone. Goed betaalbaar is. Um, en zo'n optie hebben ze niet meer. Dus onder de, onder de iPhone 10R hebben ze alleen nog de, 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 de oudere modellen zitten, die dan iets lager geprijsd zijn. En dat vind ik wel jammer. Da Daardoor wordt het denk ik voor uh, veel mensen minder bereikbaar om een nieuwe iPhone te kopen. En die gaan dus dan automatisch naar de tweedehandsmarkt toe. Nou ja, aan de andere kant, ja, je zegt tweedehands, inderdaad. Ik heb dit jaar voor het eerst, dus inderdaad, een tweedehands iPhone gekocht. Dat is de iPhone 7. Aan de andere kant, als je nu ziet dat de iPhone 7 die is nu volgens mij 530 wordt die. En de iPhone 8 in de in, ergens in de 600. Nou, dat is best wel betaalbaar. Ja, klopt. Maar je, je, hebt inderdaad ja, maar je zit niet... wel met de oude meuk. Ja, je hebt niet de nieuwe generatie. Uh, hey, zit... het, het, het is en... best wel snel nog, uh, ongetwijfeld. Maar ja, uh, je wil als tweaker wil je toch eigenlijk gewoon, gewoon lekker nieuw spul hebben. Wat, wat, nou, dan gaat die iPhone 7. Riep iets over Siri? <laughs> of, uh? <laughs> Siri voelde zich geroepen. Hmm, Dit heb ik vaker. Ja, ja, als, jij, als, ja. Jij, als, jij, als jij de iPhone 7 begint te kritiseren, dan wordt Siri wakker. Ja. Oh jee. Oh jee. Maar ja, het is natuurlijk wel een, een, een ding dat... De ondersteuning voor die iPhones, die loopt nu een jaar of vier, vijf. In die tijd krijg je allemaal updates. Dus op het moment dat jij een iPhone van iemand overneemt, die hem op release heeft gekocht en die is twee of tweeënhalf jaar oud, ja, dan heb je ook nog twee, tweeënhalf jaar. En als je voor de rest niet hecht aan de nieuwste specs en features, uh, dan kun je daar dus nog prima mee voort. En ja, dat is de manier waarop je denk ik nu op een betaalbare manier aan een, uh, aan een iPhone komt. Ja, en, en vooral redelijk high-end in een klein, uh, klein compacte uh, kastje. Ja. 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 Nou uh, heb je natuurlijk, als jij een iPhone hebt, ook een uh, bepaald ander ding om je pols hangen. Over kleine kastjes gesproken. Over kleine kastjes gesproken. Uh, ik uh, Zelf niet. Ik, uh, dat... Uh, Laten we dat trouwens meteen maar even doen. Voordat we gaan kijken naar wat Apple, Apple er allemaal over geroepen heeft. Zijn er hier mensen met een smartwatch aan tafel? En is dat dan ook die van de Apple? Ja, we steken allebei onze polsen omhoog. Ja, maar maar we, hebben, we hebben gewoon camera. Gelukkig dus hebben het, camera's. Gelukkig hebben we camera's. Ik stak mijn polsen omhoog en Mark ook. We hebben ja. allebei een, een, een pebble. En Jelle, is, Jelle is leeg. Ik, ik heb een gewoon mooi analooghorloge. horloge. Ja, had zich Die van mij zijn allemaal stuk. Dus ik heb er momenteel geen. Um, zou je zou je je nog voor kunnen voorstellen dat je hem niet hebt? Ik kan het me wel voorstellen. Makkelijk. Maar ik vind het wel verdraaid handig dat ik hem wel heb. En als je dan naar de aankondiging van gisteravond kijkt, ben je daar dan blij mee? Want behalve dat het over iPhones ging, kwam de nieuwe Apple Watch ook tevoorschijn. Ja, um, nee, voor mij was het niet aansprekend. En dat komt meer omdat ik een smartwatch. Ja, dat is een heel persoonlijk verhaal, maar ik gebruik een smartwatch voor een paar dingen. Uh, ik wil graag berichten bekijken, eventueel kunnen beantwoorden met een simpele ja of nee. Uh, ik wil de tijd zien, <laughs> heel gek voor een horloge. Nee. En, uh, en ik wil mijn muziek bedienen. Op het moment dat ik dat niet, uh, dat ik niet maar mijn telefoon kan grijpen, bijvoorbeeld op de fiets. Um, niet doen is niet veilig, jongens en meisjes, maar ik doe het wel. Um, dus dus dat, dat doe ik ermee. En zo'n Apple Watch is dan wel nodeloos gecompliceerd uh, voor mij. Um, er zitten allemaal functies op uh, waar ik niks aan heb, zoals een heel fancy mooi OLED-scherm. En een hartslagmeter en, en nog een manier om een elektrocardiogram te maken. Maar dat werkt alleen in Amerika. En dus daar hebben we ook weer niet zoveel aan. Waarom is dat? Um, dan kun je meer uh, hartafwijkingen constateren. Nee, nee, maar waarom werkt het alleen in Amerika? Oh, omdat het uh, volgens mij. Uh, ze hebben samengewerkt met de Amerikaanse FDA. Dat is uh, uh, de organisatie die medische apparatuur keurt. En dat is volgens mij in Europa nog niet gebeurd. Uh, dus vandaar dat die functie. Uh, alleen, dol, je, ze, ze, gaan, ze gaan het ook kunnen doorsturen naar dokters en zo. Ja. Dus daar heb je een, een extra infrastructuur voor nodig. En die, die is hier nog niet. Maar, maar gaat, je... gaat dat nog komen? Weet Want Dat het, het lijkt me op zich wel een uitkomst voor mensen met, met uh, hartproblemen. De, De, ik, die, ik, ik, ik ken iemand, en, maar die heeft er nu dus een apart apparaatje voor. Dat communiceert dan met die telefoon. En het. het het zou heel handig zijn. Want je, volgens mij hoef je dus alleen maar je vinger op die uh, de digital crown, het wieltje te leggen. En dan uh, poept hij zijn ECG uit. Dan stuur je meteen door naar je, naar je dokter. Nou, super. Ja, super handig. Maar dan heb je dus allemaal toestemmingen nodig en moet je zorgen ja. dat, dat dat makkelijk doorgestuurd kan worden. Nu is dat nog het makkelijke gedeelte. Voor mij is de toestemming echt wel heel lastig. Zijn ze ook een paar jaar. Geloof ik mee bezig geweest. om het echt een, een medisch apparaat te laten worden. Zou dat ook nog lastiger zijn in Europa dan in Amerika? Ja, ik Regelgeving? Heb eigenlijk, ik heb eigenlijk geen idee of dat, of dat op Europees niveau kan. Of dat ze dan alle uh, 27 of 29, wat is het, lidstaten langs moeten voordat het werkt. En dan heb je alleen nog maar Europa. En dan heb je ook nog alle andere uh, landen in de wereld, wat er toch al snel meer dan 200 zijn. Um, dus ik heb geen idee eigenlijk. Dat, dat gaan we moeten zien. Mark, mag ik jouw Smartwatch nog, uh, nog één keer zien? Ja. Is dat de grote of de kleine die nu te krijgen is? De grote of de kleine? Dit is de Pebble Time. Oh, een Pebble, ja. En ja. hoe groot is die? Weet Twee? Uh, nee, weet ik niet. Ja. Maar nee. ik weet wel dat de. Ik, dat, denk, ik dat, denk ongeveer 40 mm. Dat de ja. bestels wel bizar groot zijn, in ieder geval. Dat wel. <laughs> Want de, volgens mij, het ding wat mij het meest is bijgebleven van die was, is dat hij nog groter wordt. En nou, ik vind jouw Pebble al een flinke unit. Ja. Uh, dit wordt, het wordt op een gegeven moment dan je een halve smartphone om je, om je pols aan het dragen bent. Ja, ik denk dat het in de praktijk we zullen het moeten zien op het moment dat we. Een ik denk dat het wel mee meevalt. Krijgen. Ik denk dat het wel meevalt, ja. want bij de behuizing is er maar 2 mm bijgekomen. Dus de grootste is nu 44 in plaats van 42. Dat is in de smartwatch markt niet overdreven groot. We hebben ze ook al van 46 en 48 gezien. Okay. En hij is een stukje dunner. Dus dan kun je makkelijk als je een shirt of een overhemd aan hebt, kan je hem zo makkelijker overheen trekken. Ja. Ook dat doe ik weer fysiek. Dat zie je alleen op video. Hij <laughs> nou, uh, deed het zelfs onder tafel. Dus dat zie je ja. op video. <laughs> ik doe het, ik doe het <laughs> nog een keer gewoon voor de video. zo. Ik hoop dat het zichtbaar is. Kan je Hoi. zo je shirt eroverheen trekken makkelijker omdat hij wat dunner is. Want daar is ja. de dikte echt enorm bepalend voor. Maar wat mij inderdaad ook opviel, Arno, en dat stipte jou even aan, het fijn aan die Pebble is dat die uh, ja, redelijk makkelijk en eenvoudig eigenlijk te bedienen is voor die paar dingetjes. Uh, als ik dan die nieuwe watchface ook weer zag van de, van de Watch 4, waar dan weer allemaal extra informatie op te doen was. Ja, je kon zien dat, hoe laat de zon opkwam en hoe laat die onderging, wat de was, stand is van de maan. Ja, dat was echt enorme chaos. Hoeveel stappen je hebt gezet, <laughs> wat je hartslag is en wat ja. die afgelopen dag was, wat de temperatuur is, of het bewolkt is wat beetje de minimumtemperatuur vannacht is en ja. de maximumtemperatuur overdag, ja. ja, ja. Als je daarnaar kijkt, dan moet je echt wel 30 seconden kijken voordat je alles, uh, alles in je hebt opgeslagen. Ja, precies. Ja, de, misschien is het een beetje overkill. Uh, en dan vraag ik me nog af: is er überhaupt dan? Want ik, ik ben nog op geen enkel moment, sowieso voor Smart wordt, word je in het algemeen enthousiast geworden over die hele productgroep. Is daar, is daar in jullie ogen wel, wel echt een grote markt voor? Of Valt dat toch een beetje tegen? Sporters, toch? Ja. Sporters. Ja. Ja. Dat is een hele makkelijke markt en je ziet ook dat ze zich daarop richten nu. Ik bedoel, het gaat naast over, over gezondheid, het gaat heel veel over fitness. En Vorig jaar was het natuurlijk die, die Series 3, waarmee je dan kon gaan zwemmen en zo. En die automatisch workouts uh, detecteert. Dus je ziet wel duidelijk dat ze zich daar wel op richten, ja. Maar jij bent toch een sporter, het. Ja, ben... dat... Nou ja, dat is uh, veel eer hoor. Uh, gisteravond om enkel gegaan, dus voorlopig ben ik even geen sporter omdat je geen Apple Watch hebt. Omdat ik, geen, ja, omdat ik op het voetbalveld geen Apple Watch om had. Ja. En toen ging het helemaal mis. En, en toen, je, toen je door je enkel ging, ben je toen gevallen. <laughs> oh god, waar gaat dit heen? <laughs> <laughs> nou ja. ik, ik zie hem nog niet helemaal. Dit gaat naar de belangrijkste nieuwe functie van de Apple Watch. En dat is? Valdetectie. Oh, en wow. automatisch het alarmnummer bellen. Ja. Als, als jij niet uh, Binnen snel genoeg seconden. op het knopje drukt. Ja. ja. Ik, wow. zag trouwens, ik zag trouwens onmiddellijk toen een nieuwe markt voor de Apple Watch. Senioren. Want ah, dat kunnen ja. wel eens dat die thuis vallen. En dat, dat, nou ja, maar dat samen, niemand samen met dag dat dag ECG heeft. gebeuren. Ja. Uh, ja. Is, dat, is dat inderdaad best wel een uh, dingetje. Dan ja. moet ik heel erg zeggen: die valfietsje dat ik even gemist. Maar leg me even uit hoe dit niet honderdduizend keer mis gaat gaan. Want er gaan natuurlijk gewoon nu mensen omvallen en kijken wat er gebeurt. Ja. Nou, of gewoon überhaupt vallen en dat het dat dat ding op de grond blijft liggen. Wat Apple zegt: ze hebben, ze hebben heel veel vallende mensen gesimuleerd. <laughs> okay. ja, ik weet niet hoe je dat doet. Ze hebben waarschijnlijk geen echte mensen omgeduwd, van de mensen gesimuleerd. Het zou toch awesome zijn als ze gewoon, als ze gewoon een advertentie hebben gezet: zo van, En We willen nu, nu 10.000 mensen hebben die zich voor ons laten vallen. En het moet echt zeer doen. Wel, welkom vallen voor Apple. Ja. Welkom, stagiairs van 2018. <laughs> Maar in ieder geval, uh, de meeste vallen die, die hebben zo ongeveer de, de, dezelfde beweging. Als je, als je voorover of achterover valt, dan ga je, dan ga je blijkbaar met je, met je armen maak je een beweging uh, om jezelf op te. Ja, ja je armen gaan denk ik altijd sneller naar de grond en de rest weer liggen. Want je probeert natuurlijk altijd met je armen eerder bij de grond Precies. te zijn om je val te breken. Dus dat is dus wel logisch. Ze hebben daar een, een gyroscoop en een accelerometer in zitten die dat allemaal meten. En die meten dan van, oh, dit is zo'n typisch, zo typische beweging die bij een val hoort. Nou, en dan vervolgens, uh, he, hij leest ook je hartslag uit, dus als daar iets geks mee is, dan kan hij het ook nog checken, dan kan hij dus uh, de hulpdiensten bellen. En uh, dus bijvoorbeeld als je, als, je, als je echt flink hard valt, bewusteloos bent, nou, dan worden automatisch de hulpdiensten gebeld. Super handig. Ja. En je kan dan ook nog op het knopje drukken, zo van, uh, als je oké okay bent, gewoon op de grond ligt, maar... Uh, is, dat, geen is dat, is nodig dat wat je moet doen? Of moet je, moet je een knopje indrukken als je gevallen bent? Of, of hoe werkt dat? Uh, ja. Want volgens mij is het idee dat hij dus binnen een bepaalde tijd automatisch de hulpdiensten opbelt. En uh, als je niet op het knopje drukt. Ja. Maar als je dat dan vergeet, of als, of als je gaat bewegen, dan is het ook goed. Dan zet hij het ook weer uit. Ja, dan zet hij het dat waarschijnlijk ook weer uit. Ik ben stel... ook wel benieuwd naar de false positives hoor. Als het ja. misgaat, dan zit je gelijk met 112 aan de lijn. Ja, stel je voor je ligt en je bent met gevallen en Je bent op zich wel oké, okay, maar je denkt nou ik blijf even liggen tot, tot de wereld stopt met draaien zeg maar. En dan staan er ineens binnen. Heb je het nou alweer over je zaterdagavondje? Ja? Nee, nee, nee. nee, nee. Gewoon gisteravond. <laughs> nee. Um, nou ja, dat, is, ik, dat zit zeker wat in. Ben ik helemaal met je eens. En wat, al, wat jullie al zeiden voor senioren. Dat. Uh... Ja, dat is sowieso een beetje het verhaal van de Apple Watch... toen hij werd aangekondigd. Hij wordt voor senioren. Nee, niet specifiek. Ja, ook wel specifiek. Maar wat ik bedoel is... Um, uh, dat, je, dat iedereen dacht van... oké, okay, hoe wordt dit ooit een apparaat voor iedereen? En het antwoord van Apple is... het wordt geen apparaat voor iedereen. Maar als je dit en dit wil... Van een smartwatch, dan is de Apple Watch ideaal. En ze hebben nu een paar van die, van die groepen gevonden: sporters, maar dus ook senioren misschien. Of mensen met, uh, die, die alert willen zijn op hartafwijkingen. en geen apart apparaat daarvoor willen hebben of, of, of nog niet hebben. Um, dus ze hebben wel een paar doelgroepen gevonden. En zo langzaamaan wordt dat dus wel een apparaat. wat voor sommige iPhone-gebruikers gewoon een, een, een ideaal uh, apparaatje is geworden. En voor heel veel anderen is het gewoon, ja, boeien. Over, over 50 jaar zitten we allemaal met z'n dingen op ons pols. En dan zit er gewoon een electronic magnetic pulse in. Die, of hoe heet zo'n ding die gewoon een, een schok door je lichaam kan geven... Als je, als je per ongeluk stopt met functioneren. Precies, pacemaker erin, alles. Hé hey, jongens, andere uh, Apple-producten. Want we hebben heel veel niet gezien ook. Uh, zoals daar zijn de AirPods die inmiddels twee jaar oud zijn. Uh, nieuwe iPads uh, en ook uh, Mac-producten. Uh, verwachten we daar de komende tijd nog, nog, nog dingen van? Moeten we het eerst nog even over AirPower hebben... Als je, dat, als je dat zeker. Heels, als je dat dat heel is snel wel echt kan. een bijzonder geval. ja. We zijn uh, bijna door de tijd ja. heen, dus als je dat heel snel kan, dan mag het. Oh, nou ja, AirPower draadloos oplaadmatje van Apple hebben ze aangekondigd. Wanneer was het, jongens? Vorig jaar? Ja, denk het. Ja, geleden. En het is er nog steeds niet. En Hij dat zou dat dit jaar wel komen, toch? Dacht ik, ja, nou, hebben ze dus nog drie ik maanden ook, maar er werd met geen woord over gerept. Maar. Ik vond het ook alvallend. Dus ze hebben dus die hele keynote van die, van die iPhones gehad. En ze hebben daarin niet genoemd dat die dingen draadloos kunnen laden. Ook niet of ze sneller kunnen opladen. En ze, voor mij was het alleen maar om mensen er niet aan te herinneren dat de AirPower bestaat. <laughs> want ja, ze ja. willen gewoon dat mensen dat een beetje vergeten. of zo. Ik weet niet wat er mis is gegaan, maar daar is echt iets mis gegaan bij Apple. Want dit is, dit is echt uitzonderlijk. Normaal komen ze dingen aan en dan komt het maximaal binnen zes maanden uit. Ja, en nu is, het, nu is het meer dan 12 maanden. Ja, dat, dat gaat niet goed. En wat verwachten we nog voor de overige productgroepen? Bijvoorbeeld de Macs dit jaar. Uh, of volgend jaar. Nieuwe Macs. De, uh, waar, meestal heeft Apple uh, nog wel een apart eventje voor, uh, voor Mac Hardware. Uh, er gaan geruchten dat er een nieuw MacBook Air aan zit te komen. En dat wordt hoog tijd. Want uh, de, de MacBook Air die ze nu nog hebben, het heeft een, een lage resolutie scherm. 1440 bij 900. Het is een TN-scherm. Wat echt. Ja, belachelijk is voor een, voor een ding van 1000 euro. Um, er zit nog een Broadwell-processor in, uit 2015 als ik het goed heb. Kortom, die is echt heel hard aan vervanging toe. Um, en er schijnt ook een nieuw Mac Mini aan te komen. En we verwachten dat die binnenkort op termijn aangekondigd gaan worden allemaal? Uh, volgens mij nog dit jaar, maar dat is een beetje de verwachting, toch? Maar wat, wat gaan ze doen? Dan gaan ze weer een MacBook Air maken? Of wordt het een MacBook, of wordt het een... MacBook ja. Pro, maar dan zonder de pro-naam, maar wel met zo'n rare touchbar. Of wat, wat gaat het? Weet je al iets? Ik, ik weet eigenlijk nog niets, behalve dat het scherm beter zou worden. Nou, dat is niet zo moeilijk. Dat is gewoon een IPS-scherm in plaats van TN. <laughs> elk scherm is nu beter. Uh, ja, inderdaad. De resolutie een beetje omhoog draaien, dan, dan, dan zijn we er al. Uh, dunnere besteltjes schermranden, want uh, dat, dat doe je tegenwoordig op alles. Smartphones, laptops... En nou ja, het is safe to say dat er ook gewoon een, een, een hedendaagse processor in zit. Ja, nou dat klinkt logisch. Ja, en uh, meer weet ik nog niet. Ik, ik, als, ik, als ik mag gokken, denk ik dat er dan geen touchbar in zit. Want in de goedkoopste MacBook Pro zit ook geen touchbar. En uh, ja. Dat uh, gaan op. we dus allemaal de komende tijd nog zien. Um, even nog kort als afsluiter. We, hebben natuurlijk, uh, we zijn overspoeld in, uh, in, in, uh, in Apple-nieuws. Uh, Arnoud ja. hoe gaat het met Apple? Um, je kunt er op meerdere manieren naar kijken. Uh, financieel gaat het natuurlijk echt fantastisch. Ze zijn, ze, zijn, uh, ze zijn heel veel geld waard op de beurs. Ze maken dikke winsten. Gaat allemaal prima. De iPhones verkopen ze voor steeds meer geld, omdat mensen ze toch blijven kopen. Um, um, maar ik, ik zie ook her en der wel wat beren op de weg. Um, uh, dat is natuurlijk makkelijk als het heel goed gaat om te zeggen, ja, maar er gaan ook dingen niet goed, want dat is altijd wel zo. Um, maar ja, het, het, het is een beetje voorzichtig allemaal dit jaar. Er zijn wel wat updates en er zijn wat nieuwe dingen, maar ze hebben gisteravond in de keynote ook gewoon twintig minuten besteed aan ontwikkelaars die wat games uh, lieten zien, al dan niet in augmented reality. Um, en dat is wel echt heel veel tijd voor externe ontwikkelaars. Meestal doen ze dat veel korter op het moment dat ze meer te vertellen hebben. Ze hadden simpelweg gewoon niet zoveel te vertellen over die nieuwe iPhones. En, um, uh, en dat maar is, is toch is wel Dus is technisch. dit iets dat bij Apple hoort? Of is dit iets dat bij smartphones in het algemeen hoort dat het een beetje uitontwikkeld is? Ik denk niet dat het uitontwikkeld is. Ik denk dat er veel meer rek in zit. Um, maar ja, iedereen zit natuurlijk op die jaarlijkse release-cyclus. Uh, dus je moet, Apple moet in september weer klaar zijn met nieuwe iPhones en dan moet je gewoon kiezen wat er wel en niet in zit. Um, dus ze hebben gedacht, nou weet je wat, we nemen die iPhone 10, die gaan we uh, verfijnen met de iPhone 10S en we gaan de markt wat, wat verbreden met een grotere en een goedkopere, maar hetzelfde soort ontwerp. Dus dat is wat er nu gebeurt en ik hoop dat ze stiekem in de achtergrond weer bezig zijn met iets heel nieuws, want de iPhone 10 uh, heeft het heel goed gedaan. Um, maar het heeft niet de indruk gemaakt die Apple denk ik hoopte dat het zou maken. Je ziet wel dat, dat heel veel van die elementen andere fabrikanten wel hebben gekopieerd. Zoals de besturing met gebaren, de gezichtsherkenning. Dat soort dingen zijn wel gemeengoed geworden in, in een jaar tijd. Bedankt voor de Notch. <laughs> Bedankt voor de Notch. Okay. Um, dus, dus die invloed hebben ze nog steeds wel. Um, en ze hebben zichzelf natuurlijk wel een beetje in hun hoek gebabbeld met hun naamgeving. Want uh, ze, hadden, ze hadden altijd mooi die oplopende cijfertjes. De extra small max. En, en toen gingen ze naar iPhone 10, die iedereen iPhone X heeft genoemd. En nu hebben ze dus 10S, 10S Max. Alsof het weer 2001 is. En 10R. En uh, hoe ga je nu verder? 10T, 10U, 10Z, 11? Ja, 11. Maar dan ja. XI schrijven. Tuurlijk. 20 I en dan XX? De iPhone XI. Ja, en dan opvolger de, de Xis. Of zo. Xismax. 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 Je hoort het al, dit, dit, ja. dit, 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 dit is uitermate lastig. Dus ik ben benieuwd waar ze ja. hier naar nou heen gaan. Ik en vind dat, dat gaat, wel interessant. Dat gaat allemaal nog wel even duren. Hey, uh, wat dichterbij is, uh, Arnoud is een andere telefoon. Ja, en dat is uh, uh, een telefoon die op mij heel veel indruk heeft gemaakt. Ik ga de naam nog niet noemen, dat hou ik nog even geheim. Duurt ook nog even voordat de review komt. Hij is ergens rond de tijd dat de volgende podcast komt, is hij ongeveer online, denk ik. Um, maar het is, denk ik, de van de beste zo niet de beste smartphone die ik dit jaar heb getest en dat uh, dat komt door een paar dingen ten eerste is heeft hij echt een geweldige accu um, uh, hij heeft uh, alle features die je uh, die je in een telefoon anno 2018 verwacht inclusief mark een notch mooi en um, en hij kost niet zoveel en dat is heel gek want de meeste telefoons worden steeds duurder en deze biedt een hoop voor uh, voor niet zoveel geld ik wil hem ik weet niet wat het is, maar ik wil hem. Je, je, had, je had me bij niet zoveel geld en lange duur. Ja, dus uh, je, kan, je kan denk ik uh, drie of vier van deze telefoons kopen. Uh, uh, voordat je een iPhone uh, XS Max hebt. Dus dat, dat zegt wel iets. Die review komt, uh, komt komende week online. Ik ben er heel enthousiast over. Ik geef niet zo vaak een negen voor iets. Uh, die verschijnt ook niet zo vaak op de site. Ik zag nog een Spiderman game afgelopen week. Die kreeg ook een negen. Was je heel nou, enthousiast in, over? In gaming is het iets gebruikelijker dan in alle andere productgroepen. Maar dit gaat, uh, ik ben nog niet helemaal klaar, maar dit gaat echt af op een negen. En uh, nou, ik ben ik super blij het, dat zoiets weer, weer bestaat. Ik vind het sowieso al schitterend. schitterende quote. De beste smartphone die ik in 2018 heb getest: Arnaud Wok, Tweakers. Die, het, die kunnen ze op de doos zetten. schitterend. Ja. Hey jongens, hartstikke bedankt allemaal dat jullie hier uh, vandaag zo vroeg in de ochtend op deze donderdag bij wilden zijn. Uh, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Uh, feedback horen we graag, dat willen we dan in, in de reacties op het forum of op podcast@tweakers.net. En uh, we horen elkaar volgende week. Doei!